Hallo, hallo. Het is vandaag woensdag 13? Ja, ik denk woensdag 13 december en welkom bij weer een nieuwe vlogmas. Het is 12:15 en ik zit beneden in de keuken. In de keuken om te leren, want ik ga aan Engels beginnen. Ik heb morgen namelijk Engels examen en mijn broer die leert boven vandaag. Wij wisselen zo elke dag om. En ik had vandaag mijn examen geschiedenis en het is wel goed gegaan. Ik heb er wel een goed gevoel over. Amai, ik raak weer niet uit mijn woorden. Ik had er dus wel een goed gevoel over. Ja, en dat is dus ook weer geweest, dus dat is ook weer goed. En morgen is het dus Engels en dat zie ik eigenlijk echt helemaal zitten. Maar echt helemaal zitten. Dat vind ik echt een leuk vak. Ik doe dat graag. Ik kan dat ook wel redelijk goed. Dus ik ga daar gewoon snel in vliegen en dan ben ik des te sneller daarmee klaar. En dan kan ik nog GP doen, want ik ga deze avond wel trainen. Ik heb, zoals jullie misschien weten, dinsdag, woensdag en vrijdag training. Gisteren ben ik niet gegaan omdat ik echt te veel werk had. Maar vandaag ga ik echt trainen. Ik heb er keiveel zin in. Ik heb even gewoon nood aan iets anders doen. En dan kan ik na mijn training bijvoorbeeld eigenlijk nog eens herhalen of zo. Dus ik ga nu gewoon beginnen met het leren en dan zie ik jullie straks. Het is 13:40 en ja, ik heb al mensen is half 2 terug bezig met leren, want we hadden middag gegeten. We hebben ongeveer een uur. Ik heb een uur middagpauze gehad en ik ben nu bezig met mijn vocabulaire te leren en ik zit al over de helft, dus ja, dat gaat gewoon vlotjes. En deze lijst ken ik al helemaal. Nee, ja, hier staat ook nog. Deze lijst ken ik al helemaal. En nu moet ik deze lijst nog doen. Maar daar ken ik ook wel wat woordjes van. Dus ik ga die nu leren en ja. Ik moet trouwens voor 16:30 alles geleerd hebben. En het is nu 13:40. Dus dat wil zeggen dat ik nog... Wacht, 13:40, 13:40. 13:40, ja, nog iets minder dan 3 uur heb. Maar dat moet eigenlijk wel lukken, dus ja, dan ga ik maar snel voortdoen. Ja, en ik moet om 16:30 alles geleerd hebben, omdat ik dan moet beginnen met mij om te kleden en avond te eten al eigenlijk. Omdat ik dan moet gaan trainen. Ik moet om 16:45 hier vertrekken. Om de bus te nemen om 17:30 en dan heb ik training van 6 tot 7 en dan komt mijn mama mij halen in de dansschool en dan ben ik rond 7:30 thuis, dus in de douche, dus pak dat ik dan rond 8 uur bijvoorbeeld alles nog eens kan herhalen of nog wat GP kan doen of zo, maar oké, ik moet nu snel voortdoen. Goed, we zijn met het laatste bezig van Engels en het is nu 15:40, dus dat is echt, of 15:40, nee, 15:40, dus dat is echt super goed en ik ga nu snel voortdoen. Dus, zoals ik dat straks zei, heb ik training en ik heb mijn danskleren aangedaan. Ik heb een flesje roze stopje aan en gewoon een zwarte legging. Dus ik ga nu eten en dan naar de dansles. Dus tot straks. Het is bijna 21:50 en ik heb mijn training gehad. Ik ben in de douche geweest en al. En ik zit nu terug even achter mijn bureau, want ik ga mijn woordjes van Engels nog herhalen. en die teksten nog eens doornemen. En dan misschien, nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ga ik niet meer aan GP werken. Of misschien nog heel even, ik weet nog niet. Maar eerst ga ik nu mijn Engelse woordjes nog herhalen en de teksten doen. En dan ga ik ook, die tip had ik van Birgit, van Beauty by Birgit. De app Quizlet. En dan heb ik zo die woordjes. Dat is echt super handig. Zo. Dat is echt een super handige tip. En dan staat er een manier. En dan staat er bijvoorbeeld een means. En dan staat het daar. Kun je dat zo omdraaien. Als het focust zou wel even tof zijn. Kijk, en dan kun je zo. Dan staat dit er. En dan moet je het Engels woordje bijvoorbeeld opzeggen. Dan tikt je en dan komt dat erop. En dan, echt hè. Dan sleept je naar boven. Je dat weer van het vasteland is bijvoorbeeld continental. En dan up, klikt je daarop. En ja, dat ga ik dan ook nog doen. Terwijl kan ik wat muziek luisteren of zo. Dat is gewoon woordjes herhalen. Dus ik ga het nu gewoon snel doen. Wat is dat? Gaat je niks zeggen? Dat is mijn vrienden. Hoehoe! Niet in het hoehoe. Jawel. Nee. Er is te veel licht. Pak. Oh, bij de vlog. Ik neem de vlog over. En dan ga ik slapen, maar ik ga met de camera slapen. Ja, wel.